iedere 4 jaar kroont een nieuw land zich tot wereldkampioen. Maar wat als er een toernooi zou bestaan waar de beste steden het tegen elkaar opnemen? Ik heb 16 teams samengesteld uit Europa en Zuid-Amerika, waarbij de hele ploeg geboren is in dezelfde stad. Wint een team 4 wedstrijden op rij, dan is het officieel de grootste voetbalstad op aarde. Soldaten, de weg naar de finale start hier. En de loting heeft al alle 8e finales bepaald. En wedstrijd 1, de thuisspelende ploeg, is Rome. Nu heeft de Italiaanse hoofdstad niet per se enorme sterspelers voortgebracht. We zien Pellegrini, de capitano, met zijn 84 algemeen als beste. Toch denk ik dat deze ploeg misschien wel ver kan komen. Omdat er ook niet echt posities zijn die heel erg laag zijn qua algemeen. De tegenstander van Rome is Lyon uit Frankrijk. Zij hebben wel een sterspeler in de vorm van Karim Benzema, de Ballon d'Or winnaar, 91 algemeen. Naast hem Lacazette. Nou, hij werd bijna topscorer in de Franse competitie afgelopen seizoen. En 84 algemeen, Fekir, aanvallende middenvelder. Lyon zal de favoriet zijn. Maar het was Rome dat de eerste grote kans kreeg. Schot. En de onderkant van de lat. Rome bijna op 1-0. Komt daar nog een kans, is de vraag. Politano. Legt hem klaar. Politano redt hem terug. En nou, wat een heel zwak schot was dat. Nog 10 minuten op de klok. Gaan we een winnaar zien hier in de 90 minuten. Lacazette en Falcone. Lyon bleef aanzetten. Komt er een schot. Fekir. Het is raak. In de allerlaatste minuut schiet Nabil Fekir Lyon naar de kwartfinale. Kijk, het is Montevideo. De ploeg die we hier voor onze neus hebben. Hoofdstad van Uruguay. En ik kon zelf geen Uruguayans team pakken in de aftrap op FIFA. Dus al deze gasten staan even bij een Argentijns team. Hoe dan ook, we hebben natuurlijk Fede Valverde op het middenveld van Real Madrid. Geweldige speler, 86 algemeen. Coates achterin brengt wat ervaring. De tegenstander, ook zij, spreken Spaans. We hebben het over Madrid. Als je hier naar kijkt, dan moet je concluderen dat zij sowieso in deze wedstrijd de favoriet zijn. Met een uitstekende keeper in David De Gea, 87 algemeen. Hakimi, rechtsachter, geboren in Madrid dus ook. Koke, Llorente, Rodri, allemaal echt topvoetballers. Montevideo begon sterk. Oh, eerste kans. Eerste kans, wat heet? Oh, de lat. Maar niet veel later ging Madrid aanvallen. Oh, goede bal, Morata op de spits. Die binnenschiet, Sarabia is het. Nou, Montevideo opeens. Komt de kans aan, De Gea is net op tijd. En daar was bijna de gelijkmaker, De La Cruz. Kopt hem door. En goede paas van Ugarte. Er is hij dan 1-1. Niet te geloven. Fede Valverde. Hij scoort tegen Madrid. En zo gaan we penalties nemen om te bepalen wie er tegen Lyon mag spelen. En de eerste is al mis voor Montevideo. Maar Madrid krijgt hem er ook niet in. Gaat deze erin? Nee! Oké, dus Madrid heeft een kans om zich te plaatsen voor de kwartfinale. Deze bal van Llorente moet erin. En hij scoort. Madrid gaat het opnemen tegen Lyon. En doen er dan eigenlijk ook Nederlandse teams mee, is de vraag. Jazeker. We hebben uit Amsterdam deze ploeg. En ik weet wat je nu denkt. Zie ik nou Xavi Simons in een Ajax-shirt? Ik ben zelf ook voor PSV. Dit doet een beetje pijn. Maar ja, hij is geboren in de hoofdstad. Ja, ik was eigenlijk nog best wel verbaasd over hoe goed dit team is. Tegen wie gaat Amsterdam het dan opnemen? Dat is helemaal vanuit de andere kant van deze wereld. São Paulo. De grootste stad in Brazilië. Kijk, het is een beetje raar om hier een doelman van 60 algemeen te zien. Er was in de hele game geen één keeper uit São Paulo. Dus ik heb gewoon de slechtste Braziliaanse keeper van allemaal gepakt. Er moet ook genoemd worden dat de Braziliaanse competitie, daar kon ik geen spelers uitpakken. Dus er zijn wel nog betere spelers uit São Paulo. Hier en daar, maar ja, die zitten niet in FIFA. We hebben Marquinhos, 88 algemeen. Gabriel en nog een Gabriel die Gabriel Paulista heet. Allebei, nou, goede spelers. Voorin, Neres, Jesus, Anthony. Dus twee Ajaxiden aan de, of tenminste twee oud Ajaxiden aan de zijkanten. En kunnen die jongens zich dan ook onderscheiden? Weinig kansen gezien nog. Maar hier Anthony. Ja, hij scoort tegen zijn oude stad. Min of meer waar hij gewoond heeft. 1-0, São Paulo. Gravenberg, goede bal. Op Geraldo Becker van Union Berlin. Hij schiet. En hij scoort. Wat een goal zeg. Zo, Becker met zijn linkerbeen. Dus ook hier weer penalties. David Neres. En hij mist tegen zijn oude stad. Kerk is erin gekomen en hij mist ook. Zo blijft het spannend. Mauro Junior van PSV. Wat doet hij? Mist ook. Wat gebeurt er? Amsterdam kan hem winnen als Gravenberg hier scoort. De aanlopend schot. Oh, de Panenka.
Wat een manier om de kwartfinale te bereiken. In wedstrijd 4 gaan we denk ik weer een van de favorieten aan het werk zien met Lissabon. De Portugese hoofdstad heeft een middenveld waar Bernardo Silva staat, 88 algemeen. En hun tegenstander wordt Marseille uit Zuid-Frankrijk, Côte d'Azur. Ook daar, net als in Lissabon, schijnt de zon altijd. Maar is dat na deze achtste finale nog steeds zo? We hebben de gebroeders Hernandez hier op linksachter en centrale verdediger. Onder de lat hebben we de zoon van Zinedine Zidane. Ik vraag me vooral af wie hier de doelpunten gaan maken. Want onze spitsen zijn bij de 74. Ja, Alessandrini is een soort van een FIFA-cultheld. Maar ja, zijn beste tijd lijkt ook alweer in het verleden te liggen. Ayew naar Boga. Alessandrini en Varela. Goeie redding. Lissabon in de aanval. Schot Beto. En onderkant lat. Rebound nog. Nee. Boga voor Marseille. Komt Ayew nog een paas op? Jawel, Alessandrini, ik zei het. Een soort van cultheld in FIFA. Hij opent te scoren. Boga. Goeie bal. Dit is de 2-0 natuurlijk. Ayew scoort en het is echt absoluut terecht. Marseille voetbalt zo makkelijk deze wedstrijd. En het is gedaan. In de kwartfinale gaan we Amsterdam tegen Marseille zien. Voor wedstrijd 5 zijn we uitgekomen aan de andere helft van het schema. En nu weet ik dat 1 op de 5 kijkers bij mijn video's uit België komt. Dus voor de Belgen, Brussel hebben we hier. Eerlijk is eerlijk, dit is geen heel goed team. We hebben net als bij São Paulo geen één keeper uit de stad kunnen vinden in FIFA 23. Vandaar staat de slechtste Belgische keeper in het hele spel onder de lat, Boets. De aanval is ongetwijfeld het beste onderdeel van Brussel, wat je hier ziet, met Januzaj, Batshuayi en Luke Bakio. Toen de loting uitwees dat Brussel Zagreb tegen zou krijgen, de Kroatische hoofdstad, dacht ik van, hey, daar komen ze goed weg, maar dan zie ik die ploeg en wow, wat komen er veel goede voetballers uit Zagreb, met Brozovic 85 algemeen, hier Maier, zeg ik dat zo, 80 algemeen, Gvardiol, 82, ook echt een hele goede en talentvolle centrale verdediger. Wat kan Zagreb? En oh, daar staat iemand te slapen. Maar een goede redding van de slechtste Belgische keeper in de game. De bal bij Juranovic. En die gaat naar Kramaric. 1-0 Zagreb. Ja, ja. Van dichtbij is dat een koud kunstje voor deze ervaren spits. In de tweede helft was Zagreb duidelijk het betere team. Kramaric, ja. En ook deze hangt. Het lijkt over voor Brussel. Twee keer André Kramaric, de spits uit Zagreb. Dat was hem voor Brussel. Zagreb gaan we met een 2-0 overwinning dus terugzien in de kwartfinale. Wedstrijd 6 en natuurlijk krijgen we Parijs nog. De stad van de liefde en ook de stad van heel veel voetbaltalent. Ik dacht eigenlijk dat het team nog beter zou zijn. Maar er zijn heel veel goede voetballers zoals Mbappé. Geboren een beetje in de buitenwijken van Parijs. En dat telt dan niet als Parijs zelf. Nou, dan weet je dat ook weer. We hebben nog steeds gewoon hier twee Fofana's staan die heel erg goed zijn. 88 algemeen Kanté. En als buitenspelers Coman van 85, Diaby 84, Koundé achterin. Wat mij betreft hebben we hier echt een hele goede loting gekregen voor in ieder geval de neutrale toeschouwer die van een lekker potje voetbal houdt. Dit is Rosario uit Argentinië. De plek waar, nou goed, de beste ooit is geboren. Als je het mij vraagt, Leo Messi, 91 algemeen. En ik heb het gevoel dat ze in Rosario wel een beetje van aanvallen houden. Want we spelen heel aanvallend. Parijs ging gelijk vol op de aanval. Dus Coman, heel veel ruimte en het staat al 1-0. Toko Ekambi scoort. Ik zou gewoon zeggen, alle ballen op Leo Messi. Rosario valt aan en vindt hier Correa. 1-1. Achterin bij Rosario bleef een zee aan ruimte liggen. Oh, het is weer een gatenkaas. Nou ja, redding van Muslera. Hier is Messi, goede paas. En Avila scoort, want die keeper ziet er daar niet goed uit. Daar gaat Parijs. En dit is heel aardig gespeeld. Coman, ja hoor. 2-2. Laat die penalties maar komen. Fofana voor Parijs. En hij mist hem. Dus nu een belangrijke. Komt hij aan. Rosario op matchpoint. Fofana moet scoren. En doet dat niet. Rosario gaat naar de kwartfinale. Tijd voor wedstrijd 7. En we hebben al één Nederlands team in de kwartfinale. Daar zou er zomaar nog eentje bij kunnen komen. Rotterdam gaat namelijk hier aantreden in het volgende potje. We hebben met Dumfries en Wijnaldum zeker de benodigde ervaring in het Nederlands elftal. Malasia is een goede speler. Geertruida prima. Bijlo. Dit gaat een leuke wedstrijd worden, omdat wij spelen tegen Stuttgart. En
Dat is een van de minst gebalanceerde teams van vandaag. Kijkende naar deze verdediging kun je jezelf afvragen van hoe heeft Stuttgart deze video gehaald. Maar ze staan er vanwege Musiala, Gosselu, Gnabry en Werner. Oké, ook nog Vlachodimos onder de lat. Goed gevoetbald. Hier komt Rotterdam met Aboukhlal. Hakbal, schot en maar net naast, rakelings naast. Gnabry en de kans, goal. Gosselu scoort. Zo, Gosselu. Voorzet en de, ja, 2-0, Musiala. Dankzij de 2 goals in 5 minuten plaatste Stuttgart zich eenvoudig voor de kwartfinale. Klaar, Rotterdam ligt uit het toernooi. Nu was er nog 1 stad te gaan waarvan je zomaar kan zeggen dat het de grootste voetbalstad ter wereld is, met Londen. 89 algemeen Kane, naast hem Abraham is heel erg goed, Rice 84, Sancho 83, Saka hebben we, Reece James, de tegenstander van Londen en daarmee ook de laatste nieuwe stad in deze video is Rio de Janeiro uit Brazilië. Thiago Silva, 86 algemeen, hij is goed. Bruno Guimarães, 83 algemeen, bij Rio. Een beetje weer de vergelijking met São Paulo in de zin van er zijn wel nog betere voetballers uit Rio, maar die spelen in Brazilië en zitten dus niet in de game. Londen was vanaf het begin de bovenliggende partij. Nou, schieten! Rice en redding, Carne, Harry Kane en... nee, weer niet. Carne is stopt hem. Londen kan maar niet scoren. Henrique, de linksback, mee naar voren. Henrique legt klaar. En het schot. Oh, bijna 1-0. Maar opeens valt de bal goed voor de Brazilianen. Davidson. En het zit erin. 1-0 Rio de Janeiro. Nog 5 minuten heeft Londen de tijd. Ook een hele slimme actie. Harry Kane. En legt hem af. En ja, die moet erin. Tammy Abraham. 1-1. De penalty van Kane ging erin. En dus mag Rio de Janeiro trappen. Dan nu Rodrigo voor Rio. En hij mist hem. Weer mis! Rio de Janeiro laat het helemaal lopen. Abraham voor Londen, die schiet raak. En dan lijkt het heel snel al klaar te zijn. Een bijzondere aanloop van Coutinho. Ook hij mist. Niet te geloven. 3 genomen, 3 gemist en uit het toernooi. Zo gaan we Londen terugzien in de 4e kwartfinale tegen Stuttgart. De weg naar de finale zet zich voort met een heerlijke wedstrijd. Lyon tegen Madrid. En om nog heel even je geheugen op te frissen. Dit was het team van Lyon. Met natuurlijk de wereldster Benzema. Maar dit zet Madrid daar tegenover. We zien Rodri 87 algemeen. De Gea ook. Ik zou zeggen Madrid de favoriet om als eerste stad de halve finale te bereiken. Morata kan doorlopen. Morata! En oh, onderkant lat. Die schamt hij nog net. Toch kreeg Madrid snel antwoord. Hier is Lyon met Fekir. Hier kan hem afgeven aan Benzema. 1-1. Terug in de wedstrijd. Oh, is dat geen buitenspel? Marcos Llorente! Natuurlijk, 2-1. Volgende kans voor Madrid. Dit gaat heel erg goed. En Rio houdt Lyon in leven. Maar niet voor lang. Ja, daar gaat hij. Het is 3-1 voor Madrid als Rodri scoort. Afgelopen Madrid gaan we terugzien in de eerste halve finale. We zijn terug bij Amsterdam voor de 2e kwartfinale. Zij gaan aantreden tegen Marseille. En nog even voor de goede orde. Hier heb je de 11 soldaten die namens Amsterdam gaan spelen. Natuurlijk Xavi Simons. Misschien kan hij wel iets gaan laten zien. Marseille, dat dus goed speelde tegen Lissabon. En eigenlijk vrij eenvoudig met 2-0 won. De beide Hernandezen achterin. Geen hele goede keeper. En dus ook twee spitsen van maar 74. Bergwijn naar Xavi Simons. De paal geraakt. Kan het nog steeds? Nou, Bergwijn en... kans verkeken. Nog behoorlijk weinig kansen in deze eerste helft. Maar hier komt de kans aan voor. Becker en 1-0 Amsterdam. Net als ik het zeg. Weer Becker die raakschiet. Becker versnelt en vindt hier Brobbie. Simons staat vrij. Xavi Simons. Ja, voor Amsterdam scoort hij. Brobbie legt klaar voor Gravenberg. Nog een paas en wordt het 3-0 via Zerugi. Amsterdam sloopt Marseille. En krijgen we dadelijk een halve finale tussen Madrid en Amsterdam. De andere kant van het schema weer, waar Zagreb uit Kroatië het op gaat nemen tegen het laatste resterende team uit Zuid-Amerika met Rosario. Messi gaat spelen hier tegen Gvardiol en Brozovic. Gaan we dan weer een doelpuntrijke wedstrijd krijgen? Rosario, ja, doet niet zozeer aan verdedigen. De keeper is goed, maar de 3 man ervoor, nou, zeker minder. Meteen Zagreb, dat de aanval zoekt. Hier komt hij aan. Kramaric, 1-0. Nou,
4 minuut 30 zit hij er weer in. Dan aan de andere kant. Angel Di Maria naar Leo Messi. Ja, natuurlijk. 1-1. Hij zou nooit dit toernooi gaan verlaten zonder te scoren. Het is heel druk in de 16 van Zagreb. Schot! Panenka, wat een goal zeg! 2-1 Rosario. Dan hoef je helemaal geen vrije man te vinden. Als jij de bal aan de voet hebt en Panenka heet. Avila, die kan de wedstrijd in het slot gooien. Houdt even in en vindt Icardi. 3-1 voor Rosario. Messi. Wordt het nog erger voor Zagreb? Hier komt de kans aan Correa. Ja, 4-1 Rosario. En klaar. Zagreb wordt hier uit haar lijden verlost. We zien Rosario dadelijk weer terug. In de laatste kwartfinale gaat Stuttgart het opnemen tegen Londen. De gedoodverfde favoriet. Maar misschien kan Stuttgart wel laten zien, net als Rosario, dat aanval de beste verdediging is. Dan natuurlijk Londen. Zij kwamen met de schrik vrij tegen Rio de Janeiro. En uiteindelijk, Kane is voornamelijk de man waarvan het moet komen. Maar ook Rice, Saka, Reece James, goede voetballers, keeper, iets minder. Het is druk met witte shirts daar, maar ze vinden hem weg. En Saka, bijna 1-0. Loftus Cheek met links en Vlahovic die mos moeizaam. 10 minuutjes nog ongeveer. En het lijkt af te stevenen op een bloedeloos 0-0. De laatste minuut loopt. Abraham. Kane nog met de kans, Harry Kane en nee, redding Vlahovic Dimos. Tijdens penalties bestaan er niet meer echt favorieten. Oh, Saka, wat doe je? Een Panenka van de jongeling gaat mis en Stuttgart op voorsprong. Dan moet eigenlijk Abraham wel gaan scoren voor Londen en dat doet hij. Gaat deze erin, dan bereikt Stuttgart de halve finale, hij mist hem. Oh, oh, oh. Komt hij aan, penalty van Rice en die gaat erin. Alles weer gelijk. Stuttgart. En die gaat mis. Nu Londen op matchpoint. Dan is alles omgedraaid als James hier scoort. Hij gaat er niet in. Wat gebeurt er? Stuttgart nu weer aan de beurt. En deze gaat er ook niet in. Londen weer op matchpoint. Ruben Loftus-Cheek om Londen naar de halve finale te schieten. Hij wel dan. Hij wel. Londen gaat spelen tegen Rosario in de tweede halve finale. Voor een plek in de finale gaan we krijgen Madrid tegen Amsterdam. Op elke plek heeft Madrid een goede voetballer. Toch zal Amsterdam niet onderschat mogen worden. Zij hebben een ploeg die tot twee keer toe terecht wist te winnen. Uit een corner valt de bal voor de voeten van Llorente. En weer de kans. Llorente blijft maar scoren voor Madrid. Wat is het toch met die jongen? Beslissende penalty. Die goal in de kwartfinale, goal in de halve finale. Simons met een beetje ruimte. Xavi Simons vindt Brobby. En ja, die had daar meer mee kunnen doen, maar De Gea stopt. Nou, Brobby. En oh, goede redding van De Gea. Simons, meegeven aan Brian Brobby. En net te laat. Sarabia bij Madrid. Geeft hem mee aan Morata. 2-0 Madrid. Zo is het gedaan. Ligt Amsterdam eruit en bereikt Madrid door een 2-0 overwinning de finale van het wereldkampioenschap steden. Hier hebben we de rood-zwarte uit Rosario met Leo Messi die langzaam een beetje zijn vorm begint te vinden. En verder dus ja, die beruchte verdediging. Londen dat nog steeds het geluk aan de broek heeft hangen. Maar gaat dat ook door in de halve finale? Ik heb al gekkere verrassingen deze video gezien. Helemaal vrij, Messi. En dat is vaak geen goed idee. Oh, wat een kans, Icardi. Abraham kan hem meegeven. Doet dat ook. Hier is Loftus-Cheek. Maar Muslera, goede redding. Hier gaat Messi. Het zal toch niet. Leo Messi, hij scoort in minuut 78. Nu Saka voor Londen. Bukayo Saka. Hier is Harry Kane al. 1-1. Meteen de eerste aanval. Penalties voor een plek in de finale. Gaat Londen het voor de derde keer op rij flikken vanaf 11 meter? Avila voor Rosario mist. En zo kan Saka hier Londen op voorsprong schieten. Panenka van Saka. Ja, deze moet er wel weer in voor Rosario. Banega met al zijn ervaring. Wat doet hij? Wat doet hij? En Woodman is weer de gevierde man. Daarmee komt het hele wereldkampioenschap steden aan op één wedstrijd. In de finale Madrid tegen Londen. Het is rust 0-0 en de hele wedstrijd heeft geen kans gezien. Verwachte doelpunten 0,0 tegen 0,0. Vroeg in de tweede helft dan eindelijk een kans in de maak. Abraham. Kane staat vrij. Saka ziet dat. Hier is Harry Kane. 1-0. De allereerste kans. En het is raak. En Londen gaat verder. Abraham naar Kane. Kane weer terug naar Abraham voor de 2-0. Demi Abraham. Londen lijkt heel erg op weg te zijn naar de titel van het wereldkampioenschap. Maar nog niet te vroeg juichen. Oh, goed gespeeld. En het is 2-1. Raul de Tomas scoort voor Madrid. En met nog een kwartier op de klok. 1 goal is genoeg voor penalties. Nog één allerlaatste kans. Morales voor Madrid.
Kan het nog? Nou, misschien Morata. En al wat een kans. Geen buitenspel? Of wel? Nee, wel. Het is afgelopen. 2-1. Eindigt het in het voordeel van Londen. Dat zich hier tot beste voetbalstad ter wereld kroont. Wow! Hey! Londen! Gefeliciteerd. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze ook wat vindt. Klik hier.